We zijn hier vandaag om het bord van Boer Bewust te onthullen. Het staat al, denk ik, al bijna een jaar of niet? Ja, maar ja, officieel is het nog niet onthuld. Dat gaan we vandaag doen. Boer Bewust, zult u denken, wat is dat? Nou, Boer Bewust is een vereniging van boeren en tuinders die de verbinding met de maatschappij willen maken. Wij willen jullie laten zien en horen en soms en vaak ook proeven van hoe wij het voedsel verbouwen. Zorgen dat iedereen 's morgens, 's middags en 's avonds iets lekkers op zijn bord te eten heeft. En ook nog zelf kan kiezen ook nog. Dus dat willen we vandaag gaan doen. En die verbinding tussen boeren, tuinders en de maatschappij, ja, waar is dat beter zichtbaar dan hier op de 10 morgen? Met alle hulleboeren, campinggasten, nou, familie Goossens die helemaal ingezet wordt vandaag, want ik zie er verschillende die op elkaar lijken, dus ik neem aan dat broers. Allemaal hetzelfde kapsel. Dus waar is het mooier om vandaag de bord te onthullen dan hier bij de familie Goossens? Ja, het is Boer Bewust Bord. Het staat er inmiddels al ruim een jaar inderdaad, maar door alle corona-perikelen is er nog geen goed moment of feestelijk moment geweest om dat te onthullen. Vandaag gaan we het toch doen in combinatie met de seizoensafsluiting hier op de camping. Dus de traditionele kalverkeuring en dachten we, nou, dat kunnen we mooi combineren en dan gaan we toch dat bord vandaag onthullen. Ja, het is een jaar of, ja, wat is het, in 2015 ongeveer, toen is eigenlijk het melkvee weer een herstart gekregen door mijn zus Hanneke samen met haar man Richard. Die zijn weer volop begonnen met het melken van de koeien. En ja, een aantal jaren terug is Hugo Bens bij ons aangekaart van is dat niks voor jullie, Boer Bewust, past hier mooi. En inderdaad, het past hier ook perfect. Dus daar zijn we mee aan de slag gegaan. En ja, we zijn inmiddels op veel plekken in de regio zichtbaar. En ja, we willen de verbinding tussen de boeren en de burgers zo goed mogelijk houden. En dat lukt steeds beter. Daar zijn we heel blij om. Ja, nou zijn we dan hier. We gaan daar nog even aan het bord natuurlijk om hem echt te onthullen. Altijd wel leuk om uitgenodigd te worden om het bord te onthullen wat er al een jaar staat. Maar desalniettemin hartstikke bedankt voor de uitnodiging. En ik kan me voorstellen dat sommige mensen denken, ja, weet je, we staan op een boerderij en toerisme, wat heeft dat nou met elkaar? Nou, dat is stiekem veel meer dan dat wij wel eens met elkaar denken. Misschien hebben jullie de krant gelezen voor degenen die een abonnement hebben op de Gelderlanden, maar gisteren stond er een artikel in de krant waarin het bleek dat het toerisme in het Land van Kuiken eigenlijk booming business is. En dat is vooral en op de eerste plaats te danken aan al die bedrijven die, en al die ondernemers die zich in ons gebied inzetten voor toerisme. En daar zijn, en dat is toch wel de eerste parallel die we kunnen trekken, best veel boerenbedrijven bij die in de afgelopen jaren toeristische activiteiten zijn gaan ontwikkelen op hun terrein. Dat is hier al een veel langer het geval, maar we zien steeds meer campings ontstaan, toeristische activiteiten, boerengolf, noemen we allemaal op, op agrarische bedrijven. Maar hoe komt dat nou, want je zou zeggen, ja, dat gebeurt ook op veel meer plekken in Nederland, maar hoe komt dat nou dat dat in het Land van Kuik misschien wel meer is dan op andere plekken in Nederland? En dat heeft volgens mij drie redenen. De eerste reden is corona. En iedereen klaagt over corona, maar ik denk dat als wij kijken naar onze toeristische sector in het Land van Kuik, dat we er ook nog wel van profiteren van corona. Want er zijn heel veel mensen die afgelopen jaren ervoor gekozen hebben om in Nederland op vakantie te gaan. En waar ga je dan in Nederland op vakantie? Je gaat op vakantie op plekken waar het rustig is, waar je ruimte hebt en waar je heerlijk kunt ontspannen. En waar kun je dat beter dan in het Land van Kuik met heel veel kleinschalige en mooie toeristische accommodaties? Een tweede belangrijke reden is dat we zien dat er steeds meer jonge ondernemers komen in het Land van Kuik. En dat zijn soms ondernemers van buiten, maar dat zijn ook soms bedrijfsopvolgers. Zoals Laura en u.
die het bedrijf van Stef en Leni hebben overgenomen. Dat wil niet zeggen dat Stef en Leni het niet heel goed hebben gedaan. Sterker nog, groot respect voor wat zij hier hebben gedaan. Maar jonge ondernemers zorgen altijd weer voor een andere blik, voor andere ideeën. En daarmee zien wij ook dat er een beweging op gang gaat komen. Dus niet alleen hier, maar op veel meer plekken in het land van Kaai. Waarbij je vernieuwing ziet, waarbij je verandering ziet. En waarbij je ziet dat er nieuw aanbod komt wat interessant is voor toeristen. En dan kom ik op het derde punt. En dat is dat we zien dat er allerlei organisaties op dit moment bezig zijn om samenwerking te zoeken over de grenzen van hun eigen sector heen. En een fantastisch voorbeeld daarvan vind ik Land van Kuik Boerbewust. De boeren zitten in een verdomhoekje, worden vaak bekritiseerd. Maar hier in het Land van Kuik staan boeren op om te laten zien hoe mooi hun bedrijf is. En die laten dat niet alleen zien aan hun collega's, die laten dat ook vooral zien aan mensen die geïnteresseerd zijn in dat boerenbedrijf. En daarom wil ik ook eigenlijk afsluiten met een bekend Zuid-Afrikaans gezegde. Namelijk, alleen ga je misschien wel sneller, maar samen komen we verder. Dankjewel. Thank you.
kan hem zomaar pakken.